Zoals heden ten dagen vielen vele lieden in de 17e eeuw ten prooi aan wereldse verleidingen. Gelukkig waren er predikers, zoals Jacobus Revius, die deze zondaars het enige ware pad wezen. Op deze mooie dag begeeft het volk zich op weg naar de prediker Jacobus Revius. Onderwijl aanschouwt men de gevolgen van de erfzonde. Je doet er veilig aan hier niet te komen. Hier is de pest. Loopt u graag door. Loopt u graag door. Hier staat een misdadiger tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze dief van 12 pond meel heeft schuld bekend en staat voor Utrecht hier op het schoon verdriet. Dieven en moordenaars ontvangen van den Heer hun verdiende loon. Hun zondige lichamen worden aan de wetenschap geschonken. Ik lees voor u, ongelovige zedeloze, uit de Bijbel van Calvijn, die hij aan ons heeft gegeven tijdens de reformatie en waarin hij ons terugbrengt naar de kern van het geloof en niet naar dat paapse bijgeloof in Sint-Nicolaas en zijn trawanten. Bravo! De brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 19 tot 21. Laat mij u voorgaan in het ware geloof die zijn Zoon ons heeft gegeven. Want het geloof in Jezus Christus brengt u redding van uw ontrouw. U, heren, Jezus heeft u herkend. Uw overspel aan uw vrouw, aan uw moeder, aan de heilige maagd Maria. Maar ook u, vrouwen, u heeft zich vele malen overgegeven aan hoerderij en ontucht. Laatst zij zijt gij niet diegenen die ons heeft verdreven uit het paradijs en door ons te laten proeven van de boom der kennis? U heeft ons mannen verleid, slavinnen van genot, om ons een hap des onheils te laten nemen. U, die de doodzonden in de wereld bracht, tijdens uw weeën voelt u de helse pijnen voor altijd als straf van de duivel voor het verleiden van ons mannen, rechtgeschapen, uitverkorene schepselen van de Heer.